De Albert Heijn in Selwerd is dinsdagavond overvallen. Bij de overval is gebruik gemaakt van een wapen dat leek op een vuurwapen. Op het moment van de overval was de winkel geopend. Burgernet werd onmiddellijk ingeschakeld. Op het moment dat de melding binnenkwam, zijn collega's op strategische punten gaan staan om te kijken of ze iets verdacht zagen. Ook is Burgernet ingeschakeld. Bijna 6500 mensen zijn op die manier bereikt. Helaas hebben we nog geen mensen kunnen aanhouden. Maar goed, we hopen wel dat er oren en ogen zijn geweest gisteravond in de stad waar we straks wat aan hebben. Eén dader was rond de 1,70 meter lang, had een licht getinte huidskleur en was fors gebouwd. Hij droeg tijdens de overval een rood-witte muts, een zonnebril en had donkere kleding aan. De andere dader is 1,75 meter lang, droeg een jas met rood-witte mouwen en een capuchon. Daarnaast had hij een zwarte broek aan en zwart-witte gimpen. Voor het personeel was de overval een verschrikkelijke ervaring. Het feit dat in één keer iemand bij je staat met iets wat lijkt op een vuurwapen, jou onder schot houdt, ja, vanuit het niets, dat moet echt een traumatische ervaring zijn. En vandaar dat het zo ontzettend belangrijk is, als mensen iets belangrijks hebben gezien, iets verdachts hebben gezien, direct de politie bellen. Gebeurt het vandaag, morgen of overmorgen, zoiets bijzonders, bel gewoon direct 112, want daar kunnen we wat mee. De overvallers wisten ondanks de snelle inzet van de politie te ontkomen. Eind vorig jaar zijn er ook overvallen gepleegd op supermarkten. Het is niet duidelijk of er nu sprake is van een nieuwe golf van overvallen. We hebben vorig jaar te maken gehad met diverse overvallen. Gelukkig zijn we dit jaar tot nu toe gevrijwaard van een aantal overvallen. We hebben hier te maken met een overval op een supermarkt. Ik hoop met al mijn hopen dat het niet nog een keer gaat gebeuren, maar ik sluit het niet uit. Vandaag ging de politie verder met onderzoek naar tips die via Burgernet waren binnengekomen.